online workshop De Gouden Driehoek. Organisatieverandering met draagvlak. Doelgroep leidinggevenden. Welkom bij De Gouden Driehoek. Mijn naam is Jan Geerling, verandermanager. In deze workshop ga je ontdekken hoe je organisatieveranderingen kunt realiseren die medewerkers begrijpen en accepteren. Het is een manier van werken die ik de Gouden Driehoek heb genoemd. Voor de Gouden Driehoek hoef je niets nieuws te leren. Het is geen nieuwe theorie. Je kan gewoon blijven doen wat je altijd al hebt gedaan. Je moet alleen de drie geboden van de Gouden Driehoek goed in de gaten houden. De drie geboden zijn: gij zult knippen, gij zult uw medewerkers eren en gij zult snelheid maken. Misschien nog een beetje vaag. Geen nood, je krijgt vanzelf tips hoe je hier in de praktijk invulling aan kan geven. Maar laten we, voor we de diepte ingaan, eerst eens kijken van welke vooronderstellingen ik uitga. Mijn vooronderstellingen zijn: in de huidige organisatie worden, in ieder geval door de leiding, problemen ervaren die om een oplossing vragen. Alle medewerkers bij elkaar hebben veel kennis over de huidige situatie. Als de leiding en of externe deskundigen te snel het voortouw nemen, worden medewerkers passief. Zo, dat was het voorspel. Het is nu tijd om de diepte in te gaan. Bekijk het logo van de Gouden Driehoek maar eens goed. Centraal staan de driehoekpunten. K is de knip, D is het draagvlak en S is de snelheid. Verder zie je nog de P van projectmatig werken. Projectmatig werken is geen verplicht onderdeel van de Gouden Driehoek, maar laat zich daarmee wel goed combineren. De combinatie van Gouden Driehoek met projectmatig werken komt tegen het einde van deze workshop nog een keer aan bod. Nu weet je genoeg om aan de slag te gaan met het eerste gebod van de Gouden Driehoek: gij zult knippen. Reorganiseren volgens de Gouden Driehoek gebeurt in twee fasen. Eerst probleemanalyse, vervolgens oplossingen genereren. Tussen de probleemanalyse en het genereren van oplossingen moet je een waterscheiding optrekken. Weiger in de fase van de probleemanalyse te praten en te denken over oplossingen, en focus in de volgende fase de oplossingen alleen op de eerder vastgestelde problemen en geen andere. Door een harde knip aan te brengen tussen probleemanalyse en genereren van oplossing bereik je het volgende. Je dwingt jezelf wat meer objectief naar de problemen te kijken. Je voorkomt dat nadelige consequenties van op zich goede oplossingen de probleemstelling vervuilen. Je perkt de mogelijkheden van herkansingen naderhand sterk in. En een grondige probleemanalyse draagt al 50% van de oplossing in zich. Een van de grote fouten die in de praktijk voor veel ellende zorgen, is het onvoldoende doordenken van de probleemstelling. Mijn ervaring is dat oplossingen zonder problemen zorgen voor problemen zonder oplossing. Vandaar mijn oproep de fase van de probleemanalyse uiterst serieus aan te pakken. Ik hoop dat ik je heb kunnen overtuigen van het eminente belang van de knip.
We gaan nu eerst aan de slag met de probleemanalyse. En daarna komt het genereren van oplossingen aan bod. Maak het je niet makkelijk. Vraag je steeds af, is dit nu echt de kern van het probleem? Ga net zo lang door tot je de kern van het probleem te pakken hebt. Bij een diepgravende probleemanalyse moet je heldere antwoorden kunnen geven op vragen zoals: hoe groot is het probleem, kwalitatief en kwantitatief? Hoe ontwikkelt het probleem zich als je niet ingrijpt? Wat is de oorzaak van het probleem? Waarom is er tot nu toe niets of onvoldoende aan gedaan? Stop met analyseren als je er zeker van bent dat de kern van het probleem of van de problemen bloot ligt. Rond af met een formeel besluit: dit zijn de problemen die we aanwensen te pakken, deze en geen andere. Kijk, de problemen liggen bloot. Tijd om na te denken over oplossingen. Maar pas op. Als consequenties van mogelijke oplossingen beginnen door te dringen, zullen herkansingspogingen ondernomen worden. Houd dan het roer recht. En heel belangrijk, geef als leidinggevende steeds zelf het goede voorbeeld. Het genereren van oplossingen voor de vastgestelde problemen gaat stapsgewijs. Bedenk per probleem verschillende oplossingsalternatieven. Voorzie ieder alternatief van voor- en nadelen. Weeg alternatieve oplossingen. Kies de beste oplossing, CQ de beste combinatie van oplossingen. Rond af met een formeel besluit: op deze manier wensen we de gesignaleerde problemen aan te pakken. De Gouden Driehoek bemoeit zich niet met de methode waarmee je de probleemanalyse en het genereren van oplossingen uitvoert. Daarover zijn dikke boeken volgeschreven. Kies die methode die het beste bij jouw situatie en bedrijfscultuur passen. En dan nu op naar het tweede gebod van de Gouden Driehoek. Gij zult uw medewerkers eren. Doe dit niet hardop. Integendeel. Begin maar eens met mondje dicht. Hé? Niet zeggen? Maar je bent toch de baas? Je moet toch leiding geven? Inderdaad. Maar soms is ook voor een baas spreken zilver en is zwijgen goud. Het gaat dus om het creëren van draagvlak onder de medewerkers voor komende veranderingen in de organisatie. Stel dat je als baas aan het begin van het proces van organisatieverandering gelijk begint te roepen welke problemen er zijn. Wat doen jouw medewerkers dan? Juist, die zetten hun denkvermogen in de vrijloop, worden passief en wachten af tot je de kuil graaft waar je vervolgens zelf invalt. Probeer eens wat anders. Zet voor de verandering je medewerkers aan het denken en ga zelf even rustig achterover zitten. Geniet van het moment. Je zal het later nog druk genoeg krijgen.
creëren van draagvlak tijdens de probleemanalyse. Je medewerkers aan het denken zetten. Hoe doe je dat? Simpel. Nodig bijvoorbeeld alle medewerkers van hoog tot laag uit om op te schrijven welke problemen zij zien in de organisatie en waarom ze dat zo zien. Dat is de beste manier om de medewerkers te eren. Ze aanspreken op hun verantwoordelijkheid mee te denken met de organisatie. Verzamel alle door de medewerkers gemelde problemen in een groslijst, per medewerker gerubriceerd. Deze lijst is openbaar en wordt breed verspreid. De kracht van zo'n openbare lijst is dat medewerkers ontdekken dat hun bijdragen goed zijn verwerkt en door de leiding serieus genomen worden. Dat geeft vertrouwen. Een tweede voordeel is dat medewerkers ontdekken dat hun kijk op de zaak er één is, maar dat collega's er soms heel anders tegenaan kijken. Het idee van het eigen absolute gelijk wordt dan vanzelf wat minder. Als de medewerkers hun zegje hebben gedaan over de probleemanalyse, is het tijd een groep deskundigen aan het werk te zetten. De deskundigengroep krijgt de taak een advies op te stellen over de problemen die aangepakt moeten worden. De stap 1 van de knip. De groslijst met de probleemanalyses van de medewerkers fungeert als een eerste aanzet voor de definitieve probleemanalyse. De deskundigen moeten ervoor zorgen dat het kaf van het koren wordt gescheiden en dat nader onderzoek wordt gedaan waar dat nodig is. Zoals al eerder gezegd, de analysemethode die toegepast wordt, staat iedere organisatie vrij. Er is echter één verplichting. In de eindrapportage moet een bijlage zitten waarin per medewerkersbijdrage expliciet is aangegeven wat ermee is gedaan, overgenomen en zo ja waar dat is terug te vinden of niet overgenomen en zo nee waarom niet. Het advies en de bijlage zijn, voordat besluitvorming plaatsvindt, openbaar en worden breed verspreid. Als de deskundigengroep zorgvuldig, conscientieus en integer zijn werk heeft gedaan, is de kans groot dat medewerkers het accepteren als hun ideeën over problemen van de organisatie niet altijd zijn overgenomen. Bovendien zal vaak ook een toetsing, een advies of een instemming door de OR deel uitmaken van de besluitvormingsprocedure. Door de transparantie van het proces is de OR goed op de hoogte wat er onder de medewerkers leeft. Als positief besloten is op het advies van de deskundigengroep, kan de fase van het genereren van oplossingen, stap 2 van de knip, starten. Nu gaat het er dus om oplossingen te vinden voor de vastgestelde problemen. Het is niet de bedoeling dat nieuwe problemen worden aangedragen of dat vastgestelde problemen worden gebagatelliseerd. Creëren van draagvlak tijdens het genereren van oplossingen. Ook de fase van oplossingen genereren start met het mobiliseren van de kennis en de inzichten van de medewerkers. Dit keer worden de medewerkers uitgenodigd om deel te nemen aan brainstormbijeenkomsten. De bedoeling is dat medewerkers creatief nadenken over oplossingen voor de vastgestelde problemen.
Van iedere bijeenkomst wordt een verslag gemaakt. Alle verslagen gebundeld vormen de eindrapportage van de medewerkerssessies. Deze rapportage is openbaar en wordt breed verspreid. En wat is nu de volgende stap? Natuurlijk, een groep deskundigen die het advies gaat uitbrengen over de wijze waarop de problemen het beste opgelost kunnen worden. En ook hier geldt, de Gouden Driehoek legt geen beperkingen op aan de methode en de wijze waarop dit advies tot stand komt. Maar wel weer met één randvoorwaarde. In het eindadvies is een bijlage opgenomen met daarin verantwoord wat gedaan is met de suggesties van de medewerkerssessies. De besluitvorming over de aanpak van de problemen vormt de afsluiting van het creëren van het draagvlak. Voordelen van het mobiliseren van de interne kennis en inzichten zijn: medewerkers voelen zich serieus genomen. Dit zorgt voor draagvlak en acceptatie. Externe adviseurs kunnen veel gerichter aan het werk worden gezet. Er wordt bespaard op externe advieskosten. Het transparante proces maakt frequente communicatie mogelijk. Blijft nog over het derde gebod van de Gouden Driehoek: gij zult snelheid maken. Kijk nog eens goed naar de Gouden Driehoek. De pijlen maken het volgende duidelijk. De knip zorgt voor meer draagvlak en grotere snelheid. Maar ook meer draagvlak zorgt voor grotere snelheid. En omgekeerd, sneller werken met behoud van zorgvuldigheid zorgt voor meer draagvlak. Probeer het hele proces zo snel mogelijk te doorlopen. Het volgende tijdschema is realistisch. Medewerkers formuleren probleemstellingen 2 weken. De werkgroep problematiek 4 weken. Besluitvorming probleemstelling 2 weken. Brainstormen 2 weken. Werkgroep oplossingen 6 weken. Besluitvorming oplossingen 4 weken. Totaal 20 weken. En let vooral op, stel vooraf een planning op en maak de deskundigen die hun inbreng moeten leveren daarvoor vrij. De Gouden Driehoek ingebed in een projectmatige aanpak. Oh ja, ik had nog beloofd iets te zeggen over de relatie met een projectmatige aanpak. Nou, vooruit dan maar. Een projectmatige aanpak komt neer op een sterk gestructureerde werkwijze om een vooraf geformuleerd concreet doel te bereiken. De structurering komt tot uitdrukking in fasering en beheersing. Een volledig project doorloopt de volgende 6 fasen. Initiatief, programma van eisen, ontwerp, voorbereiding, uitvoering, nazorg. De Gouden Driehoek is opgedeeld in 2 fasen, problematiek en oplossingen. Die fasen komen grofweg overeen met respectievelijk programma van eisen en ontwerp.
Zo, we zijn aan het einde gekomen van deze online workshop. Bedankt voor de aandacht. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad.